Voor de kelder van het Natuurhuispaviljoen in het Hagenpark wordt een gigantische kuil uitgegraven. De watermonsters zijn oké, maar de uitslag van de bodemmonsters laat nog een week op zich wachten. Wat gaat er gebeuren wanneer er groen licht is? Dat vertellen Minnie Eshuis en Karst Rodestein van Stichting Natuurhuis Almelo. De firma Kamphuis uit Reutem die graaft het paviljoen uit de kelder. En daar zijn ze woensdag mee begonnen. Ze denken morgen klaar te zijn. Dus het is 3 dagen dat de hele kelder uitgegraven wordt. De bronbemaling is er al en dus kan er gegraven. Als ik het zo bekijk, dan wordt dat een erg groot paviljoen. Het is een groot gat, hè? Ja, het lijkt ietsje groter dan het wordt. De kopse kanten zijn nu 12 meter. Het paviljoen wordt 7 meter. Dus aan elke kant is het 2,5 meter extra uitgegraven. En als de wanden straks staan van de kelder, wordt het weer aangevuld met zand. En hoe gaat het dan verder? Want dan is die kelder uitgegraven. En dan? Dan gaat de firma Leuwik beginnen op die maandag. En die hebben gezegd, we hebben ongeveer 6 weken nodig voor de cascobouw. De kelder wordt gegraven, de prefab kelderwanden komen erin. De kelderwand moet versterkt worden, afdekvloer erover. Staalconstructie erbovenop, een dak. En dan is Leuwik klaar en dan wordt het weer verder. Voor een deel in de vrijwilligers en voor een deel de installatie door J&J Techniek gaat dan de installatie doen. Nou, op het moment dat Leuwik de kelder geplaatst heeft, het dekplaat erop zit en de staalbouw klaar is, Dan is er weer een schone taak voor onze coördinatorvrijwilligers om weer een heel leger van coördinatoren op te roepen. Dat zijn Hans van Germen en Martin Peters. Precies, hè? Ja, juist. En dan gaan we de dakplaten leggen. Dus zorg in ieder geval dat die waterdicht wordt onder het staalconstructie. Ondertussen is op het ROC begonnen om de wanden te timmeren. Ja, dat zijn prefabwanden. En die worden allemaal in onderdelen hier via de firma Bolk naartoe gebracht. Ja, en op dat moment, als die hier zijn, dan is het goed dat we er weer staan en dan schroeven we de zijwanden in elkaar. Dat doen de vrijwilligers ook, ja. En onder leiding van Rob Hazelhof, die is daar wat dat betreft een beetje bouwtechnisch zeg maar opzichter en meewerkend voorman, moet ik vooral zeggen, want hij doet veel hoor. Dan komen de kozijnen en de glaswerk. Ja, en als ze dan het pand op slot kunnen doen, nou, dan hopen we ergens december te zijn. En dan gaat het legertje vrijwilligers, die trekt naar binnen toe. En dan komen de afwerkvloer en dan komen de binnenwanden en dan gaan we bezig met leidingen trekken en dat soort dingen meer.